Ja, je hebt natuurlijk veel meegemaakt in je carrière, Dick. Veel gekregen, veel verdiend ook. Heb je ook wel eens een Rolls Royce? Dat zeg ik tegen jou toch ook niet steeds wat jullie hier verdienen. Een Rolls Royce, heb je die wel eens gekregen toen je gewonnen had? Gewoon na een afloop van de wedstrijd? Nee. Kreeg je bij je zenit nooit wat geks als je de Europa Cup gewonnen hebt? Ik kreeg wel iets geks. Maar geen Rolls. Geen Rolls. Maar nee. Een bonus was dat toch? Een bonus. Ja. Nou, dat is wel eens verteld, dus het is niks nieuws. Ik wist het ook niet. Wij werden Europees kampioen en toen werden alle bonussen verdubbeld. Heb je dat wist ik niet. Heb je nee, en Cor, nee, ik zei tegen Cor, kijk even op je saldo. Misschien, volgens mij klopt het niet helemaal. Nou, die ging helemaal uit. Die Cor is de hele avond weg geweest, die avond. Die heb ik niet meer gezien. Nee, die heeft een nachtclub gezeten. Jij hebt die Cor Pot miljonair gemaakt. Ja, maar Cor is echt een goeie, hoor. Ja, zeker een leuke man. Maar ook, ja. ook een goede trainer, et cetera, et cetera. Nee, ik heb veel plezier aan hem gehad. Want hij is altijd vrolijk. En, ja, en ik niet. Voor de sfeer. Is het en ik niet, zegt hij. Nee. Maar hij maar dan had je Ben van den Burg ook mee. Ja. Nou ja, dat is toch ook zo. Altijd vrolijk. Hij is altijd vrolijk. Ja. Nou ja, dat is toch wel... Stom handig, moet ik eerlijk zeggen. Maar, jazeker. Ja, dus Cor had je. Je hebt Bert Verlinge ook gehad, maar Cor had je altijd een beetje... Bert, ook... Bert, kijk, Cor heeft het geluk gehad dat Bert Verlinge moest geopereerd worden aan zijn heup. Ja. Want Bert is wel 4 jaar met mij mee geweest bij Glasgow Rangers. Ja. Je had Bert ook meegenomen naar Zenit. Ja, zeker. Normaal gesproken. Ja, ja. Ja. Maar goed, maar je had ook een tolk daar, neem ik aan. Ja. Was dat handig met zo'n tolk? Kwam je er een beetje uit met die was tolk? Was dat een vrouw? Nee, dat was een man, maar... Dat vond Cor wel vervelend, natuurlijk. Nee, nou. Ik zal het niet te veel zeggen. Nee, mag wel hoor. Mag best, maar... Nee, we hadden een tolk, die was permanent. En dat was nog een leuk verhaal. Ze halen hem iedere ochtend om 8 uur op in het hotel. In de grote Mercedes 600 met een bodyguard. Dus op een gegeven moment zeg ik tegen de voorzitter... joh, ze zitten niet op mij te wachten. Waarvoor heb ik een bodyguard nodig? Ieder moment waar ik was, liep hij naast me. Hij zei, ja, die bodyguard is niet voor jou, die is voor die auto. Daar stond je ook weer even op de plaats. Dat vond ik wel mooi, toen wist ik gelijk waar ik stond. Ja.